Goedemorgen. Vandaag staat Edith voor ons klaar voor de warming-up. We gaan beginnen. Zo, vandaag ga ik eens even zitten bij de warming-up. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen Wim en goedemorgen Gerard. Ga even lekker bewegen. Wim doet de staande variant. Je kunt ook zonder stoel. We gaan even de benen naar één kant. En dan doen we een dubbele stap opzij. Komt-ie. 5, 6, 7, 8. Stap en stap. En weer terug. Stap en stap. Stap en stap. Stap. Ja, gaat goed. Niet te snel, hè? Nog één keer terug. En op de plaats blijven. Gaan we even met de armen lekker heen en weer zwaaien. Boven het hoofd. Het is heel gezellig in de huiskamer. En hier ook trouwens. En voorlangs. Heel goed, mannen. Oké, gaan we dat nog een keer doen. Hetzelfde verhaal. En dan tikken we aan het eind even met de hak naar voren. Komt-ie. 5, 6, 7 en stap. Stap, hak, stap. Stap, hak, stap. Stap, hak. 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 En de laatste. En nog een keer terug. En weer stap op de plaats. Dan gaan we nog een keer zwaaien. En weer voorlangs zwaaien. Daar wordt lekker warm van. Ja? Heel goed. Oké, gaan we weer opzij. En nu doen we 3 keer een hak achter elkaar. Eerst opzij stappen. 5, 6, 7 en stap. Stap, hak, hak, hak. 1, 2, hak, hak, hak. Stap, hak. En 1, 2, ben je weer bij? En 1, 2, hak, hak. Hak, geeft niks hoor. Thuis kunnen we ook gewoon foutjes maken. Maakt helemaal niks uit. Laatste keer. Word er even goed warm van, hè? En weer op de plaats stappen. Gaan we even lekker zwaaien. En voorlangs. En we zijn weer aan het einde van deze warming-up. Dan gaan we door naar de volgende ronde. Succes! Goed mensen, we gaan vandaag verder met kracht en dat gaan we dit keer doen voor de kuiten, een oefening, en voor je bovenbeenspieren. We gaan even zo staan dat je je handen op je bovenbenen hebt en dan voel je als je je hakken omhoog doet, dat er meteen je bovenbeenspieren zich aanspannen. Doe maar mee. Op en laag. Op. En niet alleen je bovenbenen, maar ook je bilspieren, alles doet mee. Op. En laag. Op en laag. Nog een keertje. Op. En als je bang bent dat je je evenwicht verliest, pak er dan net als Piet even een stoel bij, hè? Dan kun je je balans goed houden. Laatste keer. We gaan een beetje breder staan. En nou duw je met je voeten van de ene kant naar de andere kant. En duw flink, hè? En voel maar eens met je handen op je benen, als je die daar neerlegt, hoe ze zich aanspannen. Mooi rechtop blijven. Oké. We kennen allemaal het liedje, hè? Neur je maar een beetje mee. Nou, lekker duwen en ook die bovenbenen naar elkaar toe duwen, trekken. Oké, we gaan weer verder met het eerste oefening. Op en laag. Op en laag. Een beetje laag in je knieën. Op en laag. Op en laag. Nog een keer op en laag. Span, je voelt ze spannen en trillen, die spieren. Gaan we weer breder staan. De kant waar je op gaat, gaat nu ook je schouder mee. Dus op.
en duw. Duw en draai. Duw en draai. Duw en draai. Duw. Ja. Laatste keer. Gaan we weer terug naar de eerste oefening. Handen op je bovenbenen. Komt-ie. Op en laag. Op en laag. En op en laag. Oké. Gaan we door naar de afronding. Gaan we nog één keer breed staan. En duw nu met je benen. En zwaai je arm omhoog. En op. Zwaai. Oké. En dit was de laatste. Heel goed gedaan allemaal. Op naar het volgende blokje. Mensen thuis en mensen hier. We zijn toegekomen aan het blokje coördinatie. Dus de bedoeling is links, rechts, allerlei bewegingen door elkaar heen. Dat je druk bent in je bovenkamer. We zitten op de stoel, maar wel op het puntje van de stoel. We gaan beginnen met de benen. We gaan zijwaarts tikken en de scissors voorwaarts. Zijn jullie er klaar voor? Komt-ie. Zij. Zij. En voor. Voor. Voor tik aan. Zij. Zij. Voor. Voor. Voor sluit aan. Zij. Zij. Voor. Voor. Voor sluit aan. Och, hij gaat heel goed hier. Gaat hij thuis ook goed? Ga door, zij, zij, voor, 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 voor. Hebben we de buikspieren strak? En een glimlach op Becky? Ik bedenk me net, ik zal dit stukje in Drents doen. Wat ik dan weer vergeten. Nog een deur in Drents, mensen. Ga verder. Pam, 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 pam. En de laatste keer. Pam, 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 pam en los. Als je een beetje zo achterover, dan merk je op dat je het dus ook wel een beetje voor de boekspieren doet, hè? Altijd mooi met hem. Goed, de volgende draai je dus met het lichaam naar de zijkant. We gaan zijkant en zijkant. Als je het gezicht metneemt, dan kun je mal duizelig van worden. Dus misschien is het makkelijk om naar voren te blijven kijken, maar het lichaam, je romp helemaal naar de zijkant te doen. We gaan tempowisseling aanbrengen. We gaan 1, 2 en pam, 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 pam. Langzaam, langzaam en snel. Langzaam en langzaam. Pam, 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 pam. Langzaam en langzaam. Pam, pam. Word je al duizelig thuis of nog niet? Lekker, hè? Echt lekker voor het boomlichaam. En los. Benen weer. Zij. Zij. En voor. 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 Zij. Zij. Voor. 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 Zij. Zij. Voor. 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 Laatste keer. En rust. Is hier ook goed gegaan? Dit was de coördinatie. Zo, we zijn nou weer toegekomen aan de cooling down. We gaan beginnen met een kuitstretch. We zetten één voet voor, één voet achter. We duwen de hak op de grond. Voorste knie buigen, tot we de spieren in de kuit voelen. En dan houden we vast. Sluit aan en wissel de andere. Duw de hak op de vloer. Voorste knie buigen en hou vast. Prima. Maak een spreidstandje. Breng de rechterarm opzij. Voorlangs. Pak de bovenarm vast. Trek hem iets aan.
de stress van je schouder. And say for you that the sun don't shine. Arm opzij en nu gaat hij omhoog. Maak je lang. Rechtop. Andere hand in de zij. En we gaan opzij. Hou vast. Maak de zijkant van het lichaam lang. En de linkerarm opzij. Voorlangs. Pak de bovenarm vast. Trek hem aan. Hou vast. En de linkerarm omhoog. Maak je lang. We gaan opzij. Beide handen in de zij. Kijk over je rechter schouder. Naar het midden. En de linker. En naar het midden. Kin op de borst. En rechtop. Heel goed. We zetten alle vingers tegen elkaar. De duimen tegen de duimen en zo tot aan de pinken. Nu gaan we de duimen draaien. En de andere vingers blijven tegen elkaar. Andere kant op draaien. We zetten de duimen weer tegen elkaar. En we doen hetzelfde met de wijsvingers. Proberen dat de wijsvingers elkaar niet raken. En die andere vingers blijven tegen elkaar. Proberen. Heel goed. Andere kant op. Je mag een beetje heen en weer schommelen als je dat fijn vindt. Heel goed. Zet ze weer tegen elkaar. Doe hetzelfde met de middelvingers. Draai ze om elkaar heen. En de andere kant op. Zet ze weer tegen elkaar. Nu komen de ringvingers, ja. Wordt lastig. Proberen. Andere kant op. Zet ze weer tegen elkaar. En als laatste de pinken. En die willen dan wel weer. Heel goed. Andere kant op. Armen laag. Draai de schouders rond. Armen omhoog. En opzij. Draai rond en adem in door de neus. Blaas uit. En nog een keer. Ga door met deze oefening. En dan komt Esther nog met een tip. Bent u mantelzorger en wilt u er een keertje uit? Vraag uw stichting Welzijn bij u in de buurt om advies hoe u dat kunt organiseren.